Heb jij toevallig de drie gekleurde boksen aan het einde van de aflevering gezien? Ja, die, uh, die kwamen inderdaad voorbij. En we hebben volgens mij wel een idee waar het voor zou kunnen zijn. Ja, ze zijn wel groot genoeg om er een uh, persoon in uh, op te bergen, om het maar even zo te noemen. Ja, ja, ja. ja. En laten er nou toevallig drie kandidaten uit zijn die allemaal hè, iets hebben gekregen waardoor het lijkt alsof ze nog iets met het spel te maken hebben. Ja, precies. Ja, ja ik denk dat uh, daar de, de afvallers wel eens in kunnen zitten. Dat denk ik ook wel. Ja. ja. Die kans heeft hem wel heel ja, hard ja, in zeg, precies. Ja, precies. En de, de vraag is dan: wie van de drie afvallen zou je dan het liefst terugzien? Of is dat gemeen om te vragen? In een voorkeur. Uh, ja, maar ik heb je niet heel veel uit. Nee, heb je niet een van de drie dat je denkt van, nee, oh, die vond ik, ik het niet, leukst uh, of zo. Uh, niet per se een voorkeur voor ja. een van de drie. Ja. Ik vond Jip wel jammer dat ze eruit ging. Maar ja. het maakt me uiteindelijk niet heel veel uit. Nee, nee. Eén nou, ding is volgens mij zeker. Het zijn, het, de mol zit daar niet bij, toch? Ik kan me dat niet voorstellen. N nee, ja. We hebben natuurlijk wel gehad vorig seizoen dat de mol een rood scherm kreeg in de mol België. En toen weer terugkwam. Maar dit is wel zo. Je kan niet eens meer punten inzetten op een van deze drie kandidaten in de app. Dus ik kan me haast niet nee, voorstellen ik, dat je dan nog een mol kan zijn. Ik, ik, ik geloof ook niet dat, hier nog, uh, dat, dat daar iets achter te zoeken is. Nee, dat denk ik ook. Nee, ze zijn echt uh, afgeschreven dan. Maar er zijn nog zeven potentiële mollen over. En daar gaan we het natuurlijk weer over hebben in deze aflevering. En we, dat zijn ja, ja. Uh, G. Kusters en ik ben Guido Veijen. Uh, de derde aflevering uh, was uh, afgelopen zaterdag op TV. En uh, ja, wat vond je van deze aflevering dan? Ja, ik vond het wel leuk. Uh, was soms wel een beetje moeilijk te volgen. Uh, met, uh, zeker omdat je zeg maar, allemaal opdrachten had waar je dan subopdrachten in deed. Ja. Uh, en dan heb ik het vooral over de tweede opdracht, op die kruispunten. Um, maar ja, het, het is niet dat het niet te volgen was. Maar je moest soms wel heel even, heel even nadenken van... Oh, uh, hoe zat het nou? Ja, ik snap wat je bedoelt. Vooral met die, uh, die doorloper aan het einde... Daar begrepen de ja, kandidaten precies. dan zelf ook niet zo heel veel van. Of ze dan, dan die nou, kruispunten moesten invullen. of uh, wat in die enveloppen zaten. Die, die, uh, ja, ik had het idee dat sommigen het wel begrepen. maar dat het gewoon verzwegen werd of zo. Ja, het kan natuurlijk best wel slim zijn. Hè, dat je even wil zien ja. wat de rest doet. en wellicht precies. dat je daar dan iets verdachts in ziet. Ja, ik ben het wel met je eens. Uh, dat uh, deze aflevering wel opdrachten had. waarin het door edit. wel heel veel dingen uh, verborgen kunnen houden. En. Uh, ja, het wordt natuurlijk ook wel wat sneller gemonteerd, waardoor het leuk is om naar te kijken. Maar daardoor zie je, ja, je... Is... vaak niet alles. Dat is een beetje het nadeel. Nee. Ja, uh, ja ik, vond, ik ben het wel met een je eens. Wel, wel weer leuk dat er drie opdrachten in een aflevering zaten. En dat er een twist was met de test. Dat je dan vragen in de toekomst hebt. Dat, uh, ja, dat vind ik nou, en wel. En het leuker. waren ook gewoon wel erg zeg maar, gewoon leuke opdrachten om te zien. Kijk, alles waar je iets van publiek bij nodig hebt uh, is al. Bijna altijd wel leuk om te zien, omdat je gewoon ook met taal zit en zo. Ja, nu heb je dan toevallig een Spaans land en zijn er redelijk wat mensen die wel een, een woordje Spaans spreken. Ja, uh, maar over het algemeen is dat wel heel erg leuk als je met, met ja, gewoon de locals in, in uh, aanraking komt, of als je iets op straat moet doen, of uh, dat je wat meer van, hè, van Mexico zelf ziet. In plaats van one, een loods of zo. <laughs> ja, zou jij dat zo snel als mol zijn dan uh, opperen? Dat jij zegt van ja, ik kan best wel goed Spaans. Dat kan natuurlijk ook weer in je nadeel gebruikt worden. Want... nee, maar ik moet ook zeggen ja. dat, dat, dat ik Jeroen wel bijna afgeschreven heb. En dat ik ook niet Anna heel hoog heb staan. Uh... Dat zijn de Spaans sprekende dus... voor de zekerheid. Ja, ja. ja, precies. Ja. ja, die stonden allebei dan op straat daar. Ja, we hebben het er zo meteen straks ja. nog wel even over of dat de beste molpositie was. Maar ik denk dat we er allebei uh, wel hetzelfde over denken. Um, ik denk dat we eerst even moeten gaan naar uh, de app. Dat was eigenlijk gelijk wat er na de aflevering gebeurde op zaterdagavond. Um, ik kreeg heel veel berichten binnen op een gegeven moment dat Kees op 100% stond. En de andere kandidaten stonden allemaal op 0%. Ik denk niet dat we er echt iets achter moeten zoeken. Maar het was wel even opmerkelijk inderdaad. Ik denk dat gewoon nog iets van gegevens geladen moesten worden. En dat misschien de allereerste stemmen op Kees heeft gestemd. En zodoende dat hij de meeste stemmen ja, had. Ja, zoiets. Waarschijnlijk zoiets. Maar het is ook een beetje ik, wat jij ik voor denk de podcast dat in de... al zei van... Waarschijnlijk zit niet eens de naam van de mol daarin. Dat, nee, in de code. Ik, ik heb altijd het idee met technologie: zodra je er hè, zodra je nu al in die app invult, dit is de mol, mm -hmm. euh, dan euh, kan het lekken en ja, dan ligt het op straat. Terwijl ze hè, ook gewoon andere manieren kunnen verzinnen om te zeggen: Nou, we kunnen met terugwerkende kracht iedereen die altijd op de mol heeft gestemd, gewoon die punten geven. Waarschijnlijk wordt het gewoon vijf minuten voordat hij uitkomt ingevuld: dit is de mol en ja, ja. Ja, ze hoeven het eigenlijk natuurlijk pas in de laatste aflevering dan in te vullen. Want dan wordt er, ja, worden al zelfs berekend en zo. Ja, ja daarna, precies, ja. maar gewoon vijf minuten, vijf minuten gewoon voordat uh, de aflevering stopt vul je het in. En voordat hij echt uit is. Ja. Dan, uh... ja, dan vul je waarschijnlijk alleen in wie de afvaller is natuurlijk. Uh, ja, of zo Daar inderdaad. worden de punten dan ja. vanaf gehaald natuurlijk. ja. Nee, maar nou. dat, uh, ik geloof niet dat daar iets. Uh, dat, 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 hè, ik denk dat je die app nu helemaal kunt ontleden en dat je dan niks aan het uh, kunt maken wie de mol is. Ik heb het al eens geprobeerd ook uh, op de website om dan in de code te kijken of daar iets in zat. En uh, het nadeel is, of ja, eigenlijk best wel slim natuurlijk van de makers. Um, Vaak worden de kandidaten worden grijs weergegeven als ze afgevallen zijn. Ook op de website is dat zo. Mm -hmm. Alleen ze hebben alle afbeeldingen in kleur en daaronder hebben ze die dan ook in het grijs gemaakt. Dat hebben ze voor alle kandidaten ja, gedaan. Ja, ja. Dus je hebt gewoon tien zwart-wit afbeeldingen en tien gekleurde afbeeldingen van de kandidaten. Dus je kan daar niks uit opmaken. Dus, uh, nee, Sowieso ga jij in het element inspecteren daar niks kunnen vinden hoor. Dat had ik je ook al kunnen nee, vertellen. Nee, <laughs> ik heb het geprobeerd, maar helaas. Het, uh, we moeten echt gewoon uh, ja, op de ouderwetse manier op zoek naar de model zeg maar. Uh, laten we gewoon lekker doorgaan met uh, de eerste opdracht. Die violen ja, stemmen. Uh, ja, leuke pubquiz eigenlijk. Uh, dat vooral ja, over uh, muziek ging. En um, ja, het, dit is wel weer wat anders dan dat we normaal zien. Want hier moet je eerst 200 euro uh, uit de pot inzetten. Uh, je moet uh -huh. twee vragen goed beantwoorden. En uh, dan pas verdien je uh, 400 euro. Dus eigenlijk verdien je dan maar 200 euro winst. Zo moet je het even zien. Ja. Um, ja, wat, wat viel je op in deze opdracht? Heb je iets wat, wat er gelijk uh, uit Nou, dit is wel een van de opdrachten waardoor ik Jeroen wel bijna afgeschreven heb. Want ja. in, in, volgens mij, de allereerste vraag over, over La Bamba Klopt, ja. zegt eigenlijk iedereen: van... Oh, het is volgens mij deze film of deze film. En dan zegt Jeroen: Ja, kunnen we niet gewoon voor La Bamba gaan? Want we weten het volgens mij niet. Hè? Naam van het nummer, naam van de film. Ja, als je mol bent, dan weet je alle antwoorden op deze vragen 100%. Ja. Dan ga je niet dit opperen. Nee, ik ben het een met je eens. Want ja. dan ja. is het te makkelijk om gewoon mee te gaan met anderen. Van uh, ja, doe maar die. Het zou best wel kunnen. Zeg maar, en want hier hoef je ook geen wil meer te kweken. Want het is niet. Zeg maar, je kweekt ook wil door hier gewoon te zeggen. Van ja, we kunnen gewoon doen wat de meesten zeggen. Prima. Ja. Het is, het is niet dat je hier per se een goed antwoord moet geven. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen: van je verdient maar 200 euro. Hè? Het is niet zoals of je 400 euro verdient, want je zet wel geld in. Dus op zich kun je ook wel weer makkelijk hier een vraagje groen nee, oplosmaken. Maar, maar ik, ik denk dat, dat, ja. dat niemand het verdacht had gevonden als, als hij hier zeg maar, iets anders had gezegd of mee was gegaan met de rest. Ja. Uh, en. Nu, ja, dit is gewoon 200 euro die je heel, heel easy als mol uit de pot kunt houden. En waar echt nul extra verdenkingen door komen. Ja. Denk ik. Ja, mees, mees. Ik vond het dan wel opvallend dat uh, bij het tweede nummer van uh, Guantanamera... ...dat uh, mm -hmm. Anna daar vooral uh, Cuba beschreef terwijl het Colombia moest zijn... Um, ja. Of andersom. En dat vond ik wel, wel gek. Zo van, het begint inderdaad met de C, maar daar blijft het ook een beetje bij. Uh, uh, Alsof ze haast verwarring wil veroorzaken door dat antwoord het te Het ligt een beetje in de buurt van elkaar, ja. uh, wel, ja. maar ja. dat is het ook wel. Ja, vond ik wel, uh, wel, wel, wel gek. Ja, je kan natuurlijk ook altijd als mol je één vraag goed geven en de ander dan alsnog het ja, ja, de gaat is ook snel nee, kijk, het is ook niet dat je dan puur op daar dat je, dat je gewoon puur daarop kunt afschrijven ofzo. Maar ik vind hem over het algemeen niet heel verdacht. En no. dit zijn wel van die dingen dat ik denk: als je mol zou zijn, zou je op deze punten gewoon heel makkelijk dat geld wel weg kunnen spelen. Ja, of je, of je mond houden. Want ik heb volgens mij Rian bijna niet ja. gehoord. En ik heb nee. Rosario ook heel weinig gehoord. Rosario ook niet. Nee, ja. maar inderdaad, dan kun je misschien beter gewoon. Ik bedoel, Jeroen had ook niks kunnen zeggen. Of gewoon kunnen zeggen: ja. van ja, want, want hij was een beetje de leider, had ik het idee in dit spel. En maar hij had ook gewoon kunnen zeggen: ja, jongens, ik weet het niet. Uh, we pakken wel gewoon die. Dat was ook niet, uh, niet, gek, niet gek geweest of zo. Nee, dat ben ik met je eens. Hij was wel de leider en hij wilde ook wel steeds doorspelen. Terwijl Justin echt zoiets ja. had: van, laten we nu gewoon stoppen. Die was iedere, na iedere vraag gewoon een soort discussie aan het houden. van laten we er nu mee ophouden en laten we even weer gaan ja. stemmen wie er nog door wil spelen en wie er echt wil stoppen. Ik snap, dat snapte ik niet. Ik snapte niet waarom je niet gewoon alles direct zou doen. Ik bedoel, ja. je wil als kandidaat ook geld verdienen. Dus zeg maar je verdient geen geld door niet te spelen. Ja, dat is ook wel weer zo, ja. ja, ja, ik, ja misschien had ja, hij het idee dat het gewoon heel slecht ging of zo. Ja, nou, volgens mij viel het wel mee. Uh... Ja. Ja, ja, je weet pas de antwoorden natuurlijk als het uh, afgelopen is. Nee, zeker. Is, dus maar... Dat is natuurlijk ook het ja. risico. Maar ja, een beetje. Kijk, hier staat met een pot van. Uh, nou, wat was het? Voor deze aflevering was het 7000 of zo al. Ja, 7500 uh, uh, inderdaad. Ja, kom op. Je kunt er wel een risicootje ja. wagen. Ja. Dat. In het ergste geval gaat er een keer 2000 euro af of zo. Dan heb je alsnog dus 5000. Voor de derde aflevering Precies. is dat echt prima. Ja. ik snap ook wel wat uh, ik weet niet wie maar jeroen of kees zei zoiets van ja we kunnen ook een avond plezier hebben on, ja goed, dat zei uh, jeroen volgens mij ook inderdaad ja, ja dat snap ik wel toch mm -hmm. ja het zag er ook best ja. wel gezellig uit daarbinnen dus uh... het zag er wel heel gezellig ja. uit nee inderdaad uh, ja, wat me nog meer opviel is uh, dat Fons het op een gegeven moment het juiste antwoord op de vierde vraag uh, weet. Dat gaat over die wals en dan hebben ze het eerste antwoord, dat mm -hmm. is andere, ja, hebben ze goed gegeven. En dan is de vraag van waar wordt dit vaak gespeeld, is dat dan uh, uh, volgens mij werd een sportwedstrijd werd genoemd door Fons. Uh, terwijl de andere kandidaten zoiets hadden van nee, dit is vaak bij een bruiloft of zo wat het gespeeld wordt. En oh, ja. dan gaan volgens mij de meeste stemmen wel naar die bruiloft. Terwijl Vons gaf eigenlijk het goede antwoord. Ja, um, precies. Ja, denk ik ook alweer. Ja, moet ik hem dan op één vraag alweer gelijk afschrijven? Ja, ja het maakt het dat, lastig. Dat denk, ik, dat denk ik niet. Maar het is, het is wel dat je denkt: van ja, waarom zou je dit goed zeggen als ja. je al weet dat de meerderheid uh, voor het foute antwoord gaat? Dat zou ook als mol ja. zijn altijd meegaan. Precies, ja. Ja, ja ik, ik, ik vind het moeilijk. Ja. Maar je kan hier natuurlijk ook heel makkelijk weer een beetje goed wil kweken of zo, als mol zijn. Dus misschien ja. dat je dan toch één vraagje wel goed geeft. Voor de rest heb ik hem ook weinig gehoord, Fonds. Uh, dus Precies. ja, lastig. Ehm. Um, ja, ik, op een gegeven moment hebben we ook wel een beetje in de gaten dat volgens mij Jeroen wel een beetje tapi begint te worden. Een beetje dronken van al ja. die tequila en uh, al die, uh, die shots. Ja, je zag ook in het begin dat ze tequila aan het drinken waren toen ze eraan kwamen en zo. Uh, ja. Hij <laughs> ja, was in ieder geval wel volgens mij uh, lichtelijk aangeschoten. Ja. Zou je dat dan als mol snel doen? Dat je jezelf gewoon een beetje laat gaan, zeg maar. Of zou je zeggen, van, nou, misschien zie ja, je, je toch wel even oppassen met hoeveel je drinkt. Ik denk dat ik als mol zijnde zijn er wel bang voor zou zijn of zo. Van dat je dan misschien toch gaat verspreken of iets. Ja. Ja. Ik denk dat dat niet zo snel gebeurt hoor, dat je dat je, je verspreekt in zoiets. Want ja. zelfs als je een keer dronken bent geweest, dan heb je toch nog wel enig besef van wat je wel en niet kunt zeggen. Meest, de meeste ja, mensen. Het, het zou je wel zeggen, ja, ja dit is wel zo'n ja. groot geheim dat je dan daar misschien wel stil over bent? Nee, precies. Ja. Ja, wat wel leuk is om uh, te vernoemen, uh, uh, in seizoen 8 was uh, Dennis Wening De mol. toen ging ze ook naar Mexico. En toen hadden ze ook heel veel drankspelletjes. En s'avonds ging ze heel gezellig in een kroeg. En Dennis Wening is best wel iemand die best wel gezellig mee kan drinken en zo. En die liet hij eigenlijk gewoon iedere avond best wel gaan. Uh, terwijl hij gewoon de mol was. Dus iedereen had ook zoiets van ja, ja. je laat je zo gaan. Oh, je bent het niet. Nooit. Nee, uh, hij nee, werd best is. wel uh, weinig verdacht in zijn seizoen. Dus uh, ja, het ja, kan ook wel weer een hele goede tactiek zijn, natuurlijk. Mm -hmm. Nou ja, en verder viel denk ik op in deze, in deze, bij deze opdracht dat, dat Riam en Rosario eigenlijk bijna niks qua inbreng hebben gedaan. Ze nee. zijn eigenlijk gewoon bijna de hele tijd stil geweest. Ja, nu kan ik dat van, uh, van uh, Soy nog wel een beetje uh, bedenken. Want kijk, hij heeft natuurlijk gehoorapparaten in. En ik weet van mijn vader, die heeft ook gehoorapparaten. En die zegt ook wel eens vaak oh, op verjaardagen okay. en zo: ik, ik krijg gewoon niks mee. Mensen praten de hele tijd door elkaar heen. Dat mm -hmm. Lukt me gewoon niet. Dus het zou kunnen dat dat voor hem gewoon heel lastig is om überhaupt de vragen mee te krijgen en mee te kunnen discussiëren. Dat hij dat gewoon door zijn goalapparaten niet mee krijgt. Maar waarom nee. Rian niet meedoet weet ik eerlijk gezegd niet. Nee. nee. Ja, ik weet ook niet of dit de beste tactiek is voor de mol hoor om hier gewoon maar je mond te houden. Nee, weet ik, weet ik ook niet. Maar ja. ja, ik denk sowieso dat het in, in zo'n uh, deze setting best wel moeilijk mol is, omdat je ook met zijn, iedereen heeft zijn ogen altijd op je gericht. Ja. Dus. Ja, Ik weet niet waar. of de mol hier gemold heeft. Nee, nee dat is waar. En wat me dan ook nog opviel, dat was volgens mij bij het allerlaatste nummer. Uh, geeft Tooske een soort van semi-goed antwoord. Want ze zegt op een gegeven moment: uh, het gaat over de uh, Macarena. En mm -hmm. uh, de vraag is dan: um, hoe heet het vriendje? Uh, waarover, uh, wat, waarover gezongen wordt in dat nummer. En dan zegt zij: uh, Picorino, terwijl het is Vitorino. Mm -hmm. En dat wordt goedgekeurd ja. door Rick. Ja, bij iedere andere pub maar, was het afgekeurd. Maar Tooske oppert dit, dit antwoord. Dus... Denk je dat, dat als Tooske de mol zou zijn. dat ze het dan goed zouden keuren? Want dit wordt sowieso met de regie besproken. Dan ja, keuren we dit ja. goed, ja of nee? Dat vind ik heel en raar. ik denk dat als Tooske de mol zou zijn. dat de regie zou zeggen: nee, dan keuren we het af. Ja, want dan precies. is het de mol-actie, zeg maar. Inderdaad. Dus daarom zit ja. ik echt er super erg te twijfelen over, over Tooske nu. Anders hadden ze dit toch sowieso fout gerekend. Dat ja, denk ik wel. Ja ja dat vind ik heel raar anders zou de, de regie de mol tegenwerken dat zou heel gek zijn ja dat dat, <laughs> dat, dat, dat lijkt me heel onwaarschijnlijk ja dus uh, ja ik begin wat te twijfelen over Toosken. ze werd echt wel veel in deze aflevering overdag gemaakt dus um, mm -hmm. het was ja, mol, en, maar mooi. Ja, en ook hmm. ja misschien ook als je het optelt bij dat ze bijvoorbeeld de vorige afleveringen best een vorige aflevering best een slechte positie had op sommige punten ja klopt uh, ja maar goed, dat, is, dat moet je zelf uh, opdummen. <laughs> <zelf omdubben>. <laughs> het wordt ons toch niet zo heel gemakkelijk gemaakt. Nee, nee, nee. Ja, nou goed, uiteindelijk wordt er uh, toch nog 400 euro verdiend met deze opdracht. Um, en uh, Rick zegt aan het einde van deze opdracht dat ze de um, vragenlijsten die ze voor het seizoen invullen... dat ze die dan maar eens goed moeten doornemen voor de volgende opdracht... En uh -huh. uh, ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met dat inderdaad in de volgende opdracht worden de enveloppen geopend. Dat het gaat steeds over één kandidaat. Dus ze moeten. Dat is altijd leuk. Ja. Uh, wat waren van die rare dingen die ook weer voorbij kwamen? Ik ben er al best wel weer veel vergeten, eerlijk gezegd. Ja, maar... iets van de, de, de kippen van Kees, heette Chantal en Henk of zo. Uh, uh, ja, Ik vond ja. dat gewoon grappig, hè? <laughs> ja. En dat uh, Anna die had, uh, had een CD van vader Abraham verkocht als Smurf in de Free Oh ja, ja inderdaad. Ja. Oh, dat zijn zo'n lekkere beschamende uh, uh, stukjes. Ja, uh, van just, Justin dacht dat hij, dat hij zonder het te weten onderdeel was van een geheime cult of zo. <laughs> ja, en volgens mij was Rian of zo een soort tut waar ze dan altijd mee aan het tutten was vroeger, zeg maar. Of aan het duimen was ja. dan, zeg maar. Ja, dat soort dingen. Nou, allemaal. allemaal zo. Gewoon, van... Ja, dat is gewoon wel grappig <laughs> om dit soort dingen te, te, te horen. Ja, da daardoor doen ze dit natuurlijk ook. Ja, toch gewoon, tuurlijk, hè? Natuurlijk, ja. En het zijn dingen die op iedereen kunnen slaan. Dus je moet ook wel echt denken: van oh, wie is dit? Dit zijn. Hè, en dingen die. Dit zijn echt vragen die in de finale terug gaan komen. Van hè, stel, Kees het in de finale. Ja. Wat, uh, wat had, wel, hè, uh, welke vraag was in deze aflevering waar over de mol? En dan de mol had twee kippen, de mol stond in de free record shop of de mol tutte, zeg maar. Oh ja, ja, precies, ja. Dat, ja. Dan moet je dat maar allemaal op hebben geschreven als kandidaat zijnde, hè? Ja, ik kan me ook zo voorstellen dat je niet alles meekrijgt natuurlijk. Want iedereen is ergens nee, anders precies. in de stad bezig met rondlopen en uh, ja. Uh, dit zijn wel goede vragen, zeg maar, daarvoor. Ja. Ja, volgens mij uh, baseren zie je ook uh, inderdaad de vragen van de test op, op die vragenlijst ja. ook. En uh, ja, het zijn natuurlijk ook allemaal dingen die je wil delen, want dat vraagt natuurlijk wel allemaal. Uh... Ja, en het ja. is grappig als kijker grappig. zijn om dat te horen. Precies, ja. Ja, tweede opdracht dus uh, stad en land uh, aflopen. Uh, de kandidaten worden eigenlijk in duo's uh, gedropt in de stad. En dan moeten ze eigenlijk op zoek gaan dus naar hun eigen uh, envelop. Ze krijgen een soort kaartje mee waar punten staan aangeduid. Waar uh, ze zouden moeten zijn. Elke keer moet er een duo aanwezig zijn. Uh, dus de duo's waarmee ze starten, die verschillen dan ook nog wel eens uh, lopen de opdracht. Uh, mm -hmm. ja, en als ze dan dus op zo'n punt zijn, dan moeten ze dus wachten tot ze met tweeën zijn, volgens mij, als ik het goed begreep. En dan pas mogen ze die enveloppen openmaken die over hunzelf gaan. Uh, ja. Kijken ze daarin en dan moeten ze dus uh, bepalen welke plek. ...het verste van Amsterdam af is. Dus, dus Ja, klopt. Ja. En ja, als dat goed was, kreeg je dus al 150 euro, dacht ik uit mijn hoofd. En als je dan mm -hmm. de puzzel aan het einde ook nog goed had... Nou ja, dan moet je dus vervolgens nemen. onthouden... ...op welk kruispunt je die vraag of je die enveloppen had geopend. Juist. Dat kruispunt nam je dan mee naar, uh, zeg maar, dat invulschema. Ja. Uh, en dan stel, je stond bij P7 en dat was Tokio. Ja. Uh, op kruis.tokio. Dan vulde je daar in Tokio. En dan aan de hand van alle letters die groen gekleurd waren, kreeg je dan het woord toekomst ja. uh, eruit. En dat zou nog eens 800 euro opleveren. Precies. Ja, ja dat, dat laatste, daar zijn ze helemaal niet aan toegekomen. Volgens mij waren ze nee. de laatste drie minuten van de opdracht daar. En ja, ja, niemand had, tenminste, sommigen hadden wel een idee wat ze moesten doen, maar hielden hun het ja, eigenlijk gewoon stil. Dat vond ik heel gek inderdaad, ja. want Kees en, en Jeroen waren het eigenlijk op aan het lossen. Echt. En ik had echt het idee dat hun gewoon niet wisten wat ze, wat ze moesten doen daar. Nee. Dat, het leek, voor mij kwam het oprecht over, zeg maar. Ja. Ook omdat ik ze allebei niet heel verdacht vind misschien. Ja, kan, kan. Uh. Ja. Maar dan heb je vervolgens, volgens mij stonden Fons en Rian erbij. <laughs> ja. en dan zegt Rian letterlijk: ja, ik heb het hier allemaal staan als ik klaar ben. Ja, zijn. Aan het einde inderdaad. En dan, zegt, ja. ja, en dan zegt Fons ook van ja, ik had volgens mij wel in de gaten dat we moesten doen, maar ze waren zo bezig. Ja, die Fons zegt het in toch toch niet tijdens op een gegeven moment, toch? Ja, ja, een heel hele. In de zegt hij dat inderdaad. Maar goed dat dat ik om denk je van, ja, dus dat stonden, ja, maar dat stonden dus gewoon twee, <laughs> twee, mensen die wisten wat er moest gebeuren. Ja. En dat is nooit gezegd. Nee, uh, heel apart, ja. Ja, sowieso zijn ja. er wel een paar aparte dingen gebeurd sowieso in deze opdracht. Uh, ja, ja, Tooske die opent sowieso een envelop in de eentje, want ze heeft geen zin om op Jeroen te wachten. Mm -hmm. Maar er is een beetje weer wat raars aan de hand met deze envelop, want die wordt volgens mij in de aflevering wel goed gekeurd. Maar ik heb zoiets van, volgens mij moest je wel echt wachten op de andere kandidaat en dan ja. kreeg je pas geld. Uh, Precies, ja. Je ja. zeg maar, hebt zo'n schemaatje gemaakt, en als je ja. dat schemaatje erbij pakt, dan lijkt het ook alsof die niet is goedgekeurd uiteindelijk. Nee. Ja, ik moet wel zeggen: dit schemaatje heb ik er zelf inderdaad uh, uh, bij ge uh, gemaakt. Um, mm -hmm. Maar inderdaad, in de aflevering werd een punt wat goed was, werd even snel groen aangeduid. En daarna gingen ze weer door naar, de vol naar het volgende punt toe. Um, ja. Dus zo had je in de aflevering in ieder geval vier andere punten dan dat ik in mijn schema heb uh, uh, goed mm -hmm. gerekend, zeg maar. Um, punt 1, punt 2, punt 6 en punt 8, die leveren in mijn schema in ieder geval wel geld op. Uh, en dan heb ik ja, het punt 5. Dat van die ook Tooske, wel allemaal ja, goed waren, ja, denk ik ook. Precies. Uh, en punt 5 is dan uh, dat punt waar Tooske alleen stond, die heb ik dan niet goed gerekend, omdat zij dus alleen was. Ja. ja. En dan zijn er volgens mij twee mensen die uiteindelijk geen geld hebben verdiend in deze opdracht. En dat Tot. zijn Tooske en Fons. Ja. Dat... En dan heb je een aantal ja. mensen die maar één keer geld hebben verdiend. En dan heb je een aantal mensen die twee keer geld hebben verdiend. Ja, ik vind het op zich niet gek dat Tooske en Fons uh, weinig hebben verdiend. Want die waren in het begin van de aflevering volgens mij al heel veel aan het rondlopen en konden de punten niet goed vinden. Die konden het punt niet vinden, ofzo. Ja. En later loopt Toos trouwens... gewoon nog in de eentje. Dus dat is ook uh, een slecht idee. <laughs> wat ik trouwens ook wel, uh, wel apart vond. Uh, maar dan in de zin van... Ik vond het heel kandidaatachtig. Mm -hmm. Is dat uh, Rosario... Die ging op een gegeven moment zonder kaart weg. En toen heeft hij op gewoon vrij snel... Het punt gevonden waar hij moest zijn. Ja. Dat ik denk als je... Weggaat en je bent de mol. Dan zou ik altijd gaan treuzelen. Ja tuurlijk. Dit is wat je wil toch als en, mol. En, lekker rondlopen. En, en zeker... Zeker omdat je dan zegt, ja, maar ik moest de kaart achterlaten. Dus ja, ik liep, ik liep een verkeerd steegje in, maar dat gebeurt helemaal niet. En dat vind ik wel heel, ja. zeg maar, kandidatengedrag of zo. Dat we het echt zo goed mogelijk willen doen. Klopt, ja. Het enige wat je dan zou kunnen zeggen, aan het einde stuurt hij wel nog Tooske en Anna weg naar een bepaald punt toe. Waarvan die mm -hmm. waarschijnlijk al wel weet, van die gaan niet op tijd daar aankomen, want we hebben nog drie nee, of vier maar minuten. Maar ja, wat moet je dan doen? Ja, dat is waar. Ja. Zeg, maar, het, zeg maar, blijven staan levert ook niks op. Dat klopt, dus... ja, dat is waar. Ja, Rosario levert wel twee keer geld op waar we net al over hadden. We hebben twee mensen die twee ja. keer geld opleveren. Uh, Kees volgens mij en, uh, en Rosario allebei twee keer. Ja, en, en hij loopt dan ook nog eens heel goed, zeg maar. Dus ja. dat vind ik heel hè, kandidaatachtig allebei. Ja, ja. En ook hier, dit is ook waar Kees niet zoveel denkt. Hij is heel fanatiek in deze opdracht en verdient dan twee keer geld. Ja, dat, dat einde verprutst hij dan. Mm. Maar dat is eigenlijk een beetje in samenwerking met Jeroen. Het is niet alsof hij zeg maar, het, het, het compleet wordt daar. Nee, maar aan de andere kant, je zet je wel in de schijnwerper daar bij de andere kandidaten. Omdat jij daar. Dat, is, het waar, dat is waar, klopt Ja, maar ja. ja goed. Uh, zegt misschien ook wel iets meer over de kandidaten die hun mond hielden. Want die kunnen net ja. zo goed daar aan het modder zijn. Maar ja. Uh, ja, uiteindelijk zijn punt 3, punt 4 en punt 7, die worden helemaal niet bezocht in de, de aflevering. Dus dat is ook wel gek. Nee. En uh, voor de rest heb ik eigenlijk niet zo heel veel rare dingen hier gezien. Behalve dus dat je inderdaad, nee, misschien graag als mol hier even alleen rond wil lopen. En ja, dan kom je inderdaad bij Rosario uit Tooske is een, een tijdje alleen gelopen. Dat, dat zou je gek kunnen vinden. Volgens mij is Rian ook nog een heel ja. even alleen geweest als ik het goed had. Ja, zij had wel volgens mij de walkie en de kaart. Uh, nee, die heeft ze afgegeven volgens mij. Toen zei ze volgens mij iets van: Ik, ik, ga, ik ga nu, ik, ik, of, of was het iemand anders? Ik, ik, oh nee, volgens mij had ze die wel bij. Ik mm -hmm. vertrek nu en ik heb de walkie en de kaart. Zoiets zei ze volgens mij. Ja. ja. Maar ik heb niet het idee dat hier met walkies gesjoemeld is of zo. Want dat zie je ook nog wel. Het zei Dat iemand dan even gewoon helpt, <laughs> ja, die knop inhoudt. Dat er niks gezegd kan worden. Ja, ja, ja. inderdaad. Maar dat, dat is volgens mij niet gebeurd, uh, deze opdracht. Nee. Uh, dan hebben we nog Kees die zegt ook volgens mij dat hij goed is in topografie. Um, mm -hmm. Maar vervolgens geeft hij. Nou, volgens... Ja. volgens mij wordt het er meer opgelegd. Van, ja. Vraag maar aan Kees, hij is goed in dit soort dingen. Volgens mij zegt. <laughs> zegt uh... <laughs> dat zou Wie is dat is het? kunnen. Volgens mij zegt Jeroen dit ja, inderdaad. Ja. 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 Maar vervolgens vraagt en, hij ik... dan wel of ja. Bruno in Tsjechië ligt. Dus ja, dat zijn van die dingen. Ja, dat zou je dan toch wel moeten weten als je een beetje kennis hebt. Ja, 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 aan de andere kant denk ik van. Hè, uh, je hebt soms ook gewoon steden die in meerdere plaatsen liggen. En hè, ik denk dat je er wel van uit kan gaan dat ze hier de Bruno en Tsjechië bedoelen. Ja, ja. Uh, maar ja. ja. Hè, ik bedoel, niet iedereen weet alles, zeg maar. Nee, je kunt ook niet alles weten. Dat is natuurlijk ook zo. Nee, ja. En Tsjechië, ja. Misschien dat je Praat dan wel kent, maar Bruno niet. Ja, dat kan me, nee. kan me ergens wel voorstellen hoor. Uh, ja, het antwoord is natuurlijk: uh, toekomst. Uh, daar kun je een naam van een kandidaat van maken. En dat is Tooske. Hou je wel twee letters over, Ooh. maar... kun je wel de naam van Tooske nog uithalen? Toekom. Al denk ik dat toekomst meer te maken heeft... met het hele, uh, het hele item van het hele, van het hele seizoen, zeg maar. Een beetje de rode ja. draad is haast. Ja. Zeker omdat ze ook uh, die, die waarzegster... Uh, bij, die, bij die, die partjes die ze geeft, dan zegt van... Uh, you will need it in the future. En, Precies, ja. Uh, Volgens mij had Toekomst ook al in die eerste aflevering met dingen... Hey, hebben ze dat benoemd en zo. Ja, natuurlijk. Ik denk ik dat, de dat het inderdaad meer een... Ja. ja. Ik denk dat het meer een, 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 een inderdaad globaal thema is. Dat denk ik ook. Um, ja, dan wordt dus... Um, um, in totaal wordt er volgens mij 800 euro verdiend, als ik het goed had. O, ja, uh, of 600. Ja, is wel. Uh, sorry, 600 euro uh, wordt er verdiend. 600? Ja, ja 600, 600 euro. 600, uh, vier plekken zijn goed, dus 150 euro keer vier... Is 600 ja. euro en um, dan komt eigenlijk al gelijk uh, de test uh, erbij. Uh, ja. Met vragen die dus nog over de derde uh, opdracht gaan. Is dus uh, ook wel iets wat we tegenwoordig vaker zien hè. Als dat voor het, dat je vragen van de toekomst in moet vullen. Ja, ik vind uiteindelijk misschien wel dat ze het een beetje te vaak doen nu. Ja, um, dat, dat denk ik ook. Het is, het is, het is, hè, als het dan een keer gebeurt denk ik van oh, hè, leuke twist. Ja. Maar je moet niet die twist iedere keer gaan, gaan toepassen of zo. Nee, op een gegeven moment dan uh, herhaal je jezelf een beetje te vaak of zo. Ja, dat uh, wordt er niet echt leuker meer van. Uh, maar goed, ja. Uh, volgens mij waren het niet zo heel veel vragen. Volgens mij vanaf graag 14 of zo beginnen ze over de toekomst op een gegeven moment. En... Ze hebben het er ook heel weinig over gehad, heb ik het idee, in de aflevering. Want in ja. eerste instantie uh, was ik de aflevering aan het kijken. Toen miste ik eigenlijk ook een beetje dat dat gebeurde. Oh. Dus dan heb ik dat stuk nog teruggekeken. Ja. Want toen hoorde ik fondsen zeggen: van ja, dat was goed, want dat had ik ingevuld in mijn test. Toen ja. volgens mij uh, Kees dat geld pakte of zo. Ja, maar dat was uh, natuurlijk een vraag: uh, van... De, uh, wie ja. neemt het geld van Rick aan? Of zo. Of ne wie neemt uh, de tickets van Rick aan? Was volgens mij. Ja. En uh, dat is natuurlijk voor de, de show. Uh, ja, precies. En... Maar ja, daar kun je ook zeggen: bijvoorbeeld, uh, want dan kan ik me best voorstellen dat, dat mensen zichzelf invullen en denken: ja, die ga ik pakken, want ik heb mezelf daar ingevuld. Dus dat is sowieso een goede vraag. Ja. Uh, ja, of je ja, of was de vraag van pak de mol de tickets? Want dan zou je kunnen zeggen van nee en dan pak ik het voor de zekerheid zelf. Want ik weet dat ik zelf de mol niet ben. Oh ja, ik, of, ja, of ja dat, dat zou ook kunnen. Ik weet niet precies hoe de vraag gesteld mm -hmm. werd. Maar... maar ik snap, de, ja. ik snap je bereden, beredenering erachter. Inderdaad, dat je zoiets hebt van dan pak ik ze wel gewoon zelf. Want ik weet zelf dat ik dan dit antwoord heb ingevuld. Dus dan heb ik dat antwoord mm -hmm. in ieder geval goed. Ja, dat, dat zal niet zijn, want dat zijn altijd vragen als De Mol heeft De Mol, in welk, of in welk groepje heeft De Mol gezeten? Ja. En, dus ik denk dat het eerder jou. Uh... Ja, maar goed, als je van jezelf weet dat je De Mol ja. niet bent, dan, dan zou je dus nu kunnen beredeneren dat Kees De Mol niet is, want hij pakt zelf de tickets aan, omdat mm -hmm. uh, hij dan kandidaat is. Dan weet hij, oh, De Mol heeft in ieder geval niet de tickets aangepakt van Rick. Precies. Of hij ja. zelf De Mol, en dan maakt het niks uit, zeg maar. Dat kan natuurlijk ook nee. nog. dus... Eigenlijk valt hier weinig van te zeggen, bedenk ik me nu zo. Ja, laten we doorgaan. Ja, laten we doorgaan, ja, precies. Uh, de derde opdracht, ermee worstelen. Uh, ik denk dat we het zo nog maar even over de verdenkingen in de test moeten hebben. Maar uh, ja, ja. ja, kleine spoiler, Tooske wordt... We doen we wel op het einde precies. met uh, de afvalligheid. Precies, zo, uh... ja. ja. Waar wil je als mol zitten in deze derde opdracht? Ja, ik, ik denk... Of, uh, ik denk sowieso niet buiten. Ik denk dat je of in de dingen spinnen wil zitten, uh, in, in, in de arena zelf, ja. of dat je het met de foto's wil doen. Want hè, op de plek waar de foto's bij elkaar geplakt uh, worden, dat is natuurlijk de plek waar echt het geld verdiend wordt. Ja, klopt. Maar ik denk wel, als jij gewoon een paar onduidelijke foto's maakt als mol, dan is het onmogelijk om een fatsoenlijke reeks te creëren. Was het niet zo dat. Omdat uh, je. Wegelijks moest... vier goede foto's ja, nodig precies, hebt. Ja, Precies ja. Ja, alle vier de, dus de dus... mensen moesten op de foto gezet worden. door de kandidaten daarmee. En mm -hmm. dan pas gelden die, dacht ik ook. Vandaar ja. dat er ook. Ja, maar als jij ja. gewoon. Want als jij als Mol zijnde... gewoon alleen maar de obscure mensen fotografeert. of, of zeg maar mensen waarvan je denkt, oh, maar die, lijkt op, die lijken op elkaar. En als ik dan gewoon een slechte foto maak, dan. ja, ja. Hè, is, het, is de kans heel groot dat ze het nooit goed pakken. Ja, dan heb je in je eentje zoveel invloed op uiteindelijk het geld dat verdiend wordt. Ja. Dus ik denk dat het niet, zeg maar dat één van die twee gewoon de beste is. En dan. Ja, was denk, was denk ik hier sowieso op... een mol nodig in deze opdracht, zit ik me af te vragen. Denk ik niet. Het was toch al gedoemd te mislukken, deze opdracht. Ja, maar ja. ook denk ik, uh, om nog even terug te komen op de beste positie. Ja. Uh, ik denk dat uh, misschien na het hard op te zeggen dat je wel dat je gewoon in de zaal wil zetten want zeg maar daar kijkt niemand je op de vingers terwijl stel als Cel of of Justin was te morgen geweest ja. ja we weten al dat Justin het niet is precies dan zeg maar het is heel moeilijk om te zeggen nee maar die past toch niet bij elkaar terwijl, terwijl als het heel duidelijk is dat het wel zo is dan kun je er bijna niet tegen ingaan ja, je zit gewoon te veel op elkaar te letten. Terwijl je in ja, anonimiteit kan, uh, kan mollen in, uh, in de show, zeg ja. maar, in de, in de zaal zelf. Ja. Nee, maar inderdaad, dat is als Rian. zet alleen je neus op de foto, <laughs> Ja, de selfie, weet ik veel. Ja, ik <laughs> weet niet of dat goed gekeurd is. En dan maakt ze ook een foto waar Tooske dan ook nog op staat. En op de achtergrond is dan ja. ergens nog uh, heel ver in de verte nog een... Uh, ja, Rian was wel echt aan het echt mollen in deze aflevering, ja. hoor. maar ja. Ik vraag me dus wel af, als je kandidaat bent, valt het dan zo erg op? Want uh, ja. ja, ze is ook een beetje wel een van de ouderen van de groepen. Nou ja, ik heb mijn moeder wel eens een selfie zien maken. <laughs> is het soort gelijk of valt het mee? <laughs> nou, het is niet alleen, Nee, het, va het valt al mee. Okay. Maar, zeg maar dat is ook niet uh, het meest soepele ooit, zeg maar. Nee, precies. <laughs> Uh, ik denk dat je dit toch best wel kunt faken. Hoor. Ja, ik heb ik, dat denk Rian jan dan ook wel natuurlijk, maar. Ja. Ja, je kan wel iets meer je best doen. Dat ben ik wel met een je eens. Ja, maar, tot, ja, je kunt zeker wat meer je best doen. Ja. Maar ik vraag me af, zeker voor de kandidaten. Kijk, wij zien het natuurlijk allemaal vanuit een hè, vanuit, van bovenaf. Wij zien wat iedereen doet en alles wat verdacht is, zien wij. Ja. Ja, hè? als je tegenover Rian zit en er zit een podium tussen je, ja, dan zie je echt niet wat zij aan het doen is. Nee, volgens mij zit Tooske het dichtste bij de, de, de ring zelf, zeg maar. En zit mm -hmm. Rian er een beetje naast. En volgens mij aan de andere kant ja, van het. de zaal zitten dan Rosario en Kees, die ook wel redelijk nog dicht bij elkaar zitten, want de een zegt nog wel eens iets tegen de ander. Volgens mij is ja, Kees. zegt echt... Kees nog iets van: uh... oh, mag je maar één foto per ding maken of zo? Ja. En andersom is het dan opeens dat Rosario uh, ook meerdere mensen op de foto aan het zetten is. En dan wijst hij ze op een gegeven moment aan. Hmm. Alsof het dan wel goed is. Zo van nee, maar ik bedoel hem. Ja. Het slaat dus dus ook nergens op. Nee, precies. Dus dat vond ik ook wel raar, ja. Ja. ja ik ben het wel met een je eens dat je, denk ik, in die uh, arena wel het beste als mol kan zitten. Ja. Ook buiten ja. kon je eigenlijk weinig. Doen. ja je kon heel onduidelijk tekenen maar ja. dat deden ze sowieso al dus. ja en dan vond ik Jeroen <laughs> nog wel iets slechter tekenen dan allemaal wil eer te zijn maar dat. ja uh, het enige wat je slim zou kunnen doen is heel veel mensen tekenen die die avondtijd niet aanwezig zijn nee maar ja hoe, hoe hè? ik bedoel ze kunnen wel Spaans maar dan, ja. dan nog dat is bijna niet te doen volgens mij nee nee en daar ben je ook de hele tijd bij elkaar ook ja dus ja, nou, ik vind het lastig. Maar ik, ik denk dat de mol inderdaad nou, in de ik, arena zat. Ja, dat. Ik, nou. En ik vond Rian wel echt het meest verdachte opdracht, laat ik het zo zeggen. Ja, mee eens. Ja. Ja, Rian, toch maar eens goed in de gaten houden. Hm. Ik ben toch nog op zoek naar een nieuwe mol. Dus uh, misschien uh, kom ik ja. wel op Rian uit. Daar gaan we even over nadenken. <laughs> uh, ja, wat me dan nog is opgevallen is dat uh, Tosco op een gegeven moment een selfie maakt met een soort logo. En dat logo zie je later dan ja, ook nog trot. terug op de, de, in de ring zelf, op de grond wordt die afgedrukt. Uh, daar zou je met een beetje fantasie mol in kunnen lezen. Want je ziet een M. Ja, best goed zelf, ja, eigenlijk wel, uh, denk ja. ik. Ja. Uh, je ziet een M, je ziet een logootje met een uh, ja, van een masker eigenlijk. En daarna zie je de L uh, mm -hmm. ernaast staan. Uh, dus ja. is ze dan hè, als een soort verborgen aanwijzing met uh, een mol logo op de foto te zien, waardoor zij de mol zou moeten zijn. Maar ja, door de opdracht van net denk ik, ja, misschien ben je de mol toch wel niet. Uh, uh. Nee, precies. Maar ja, maar ik vind het wel een, het wel een goede verborgen hint zijn. Ja, dat wel. Ja, dat zou wel een leuke, leuke, brutale uh, hint zijn. Ja, ja. ja. Uh, ja, ook zijn er veel maskers natuurlijk in uh, deze opdracht te dus Zien, mm -hmm. zou nog kunnen verwijzen naar Kees. Uh, Omdat hij natuurlijk oplicht is aan het ontmaskeren is. Ja, ja, ja. Nou, ja, ja, vind ik iets minder sterk, maar. Ja, dat nou, is wel ja. leuk. Hè? Uh, en wat opvallend is bij Kees trouwens, nu ik het even bedenk: um, Kees zit elke keer achter de afvaller uh, bij de test of bij de eliminatie. Oh, echt? Ja. Oh, en wat hij dan okay. doet, is de, hij pakt de, de schouders van de afvallen af. Van hij ah, ja, vervelend dat je met afgevallen, man. Uh, zo van alsof hij, hij een beetje de aanstichter is voor degene die dan afgevallen is. Van ah, vervelend oh, dat ja. je niet goed zat. Weet uh, je zo, ja. ja. Het is nu drie mm -hmm. afleveringen en drie keer is het dus dat Kees er vlak achter zit. Dus dat hij inderdaad de schouders van degene voor hem uh, kan vastpakken. Ja. Dus dan moeten we even in de gaten blijven houden. Dat blijft gebeuren. Ja, dat zal wel iets kunnen zijn inderdaad. Kijk, ik denk dat de even Mol wel weet. Of dat in aflevering 6 is. Of dat nog steeds iedere ja. keer is. Want dan is het wel echt een. Uh, ja, het was toch. Uh, Peter de ja, de vrije zeggen Ja, inderdaad. Ja. Als het <laughs> vier keer gebeurt, dan is het verdacht of zo, toch? Ja, ja. Hele goede middel. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. f -Peter. <laughs> Ja, f -Peter, Dat wel, ja. Ja, ja ik, 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 ik zou dat wel een leuke hint vinden. Want ik denk dat de Mol inderdaad wel weet wie daar af gaat vallen. Dus. Uh, dat ja, schokken. weet ik ja. eigenlijk niet. Zou hij dat weten? Ja, misschien wel. Ja, ja. Nee, geen idee. Zou, Het, zou uh... ik niet gek vinden als de mol dat weet? Nee. Maar ja, dat zou kunnen. Um, ja. ja, dan misschien nog even de test doornemen dan. Want die hebben net een soort van overgeslagen. Maar uh, we zien dat ja. Tooske ja, echt heel veel verdacht wordt opeens. Uh, vier kandidaten die op haar uh, stemmen. Uh, mm -hmm. Ik kan ze even snel opnoemen. Rian zie ik. Ik zie Jeroen. Ik zie Fons. En ik zie Anna uh, op. Uh, Tooske stemmen. Ja. Rosario blijft weer verdacht buiten beeld. Dat is uh, vorige aflevering ja. ook zo geweest. Toen werd, er, werd hij niet op hem gestemd en deze aflevering dus ook niet. En voor de rest hebben ze allemaal wel één of twee stemmen. Dus ja, Precies. verdenkingen gaan nog wel een ja, beetje. Ik over ben dus weer. benieuwd of we, kunnen, of we misschien zouden kunnen zeggen dat Tooske ver gaat komen in het spel. Want vaak zie je wel. Op een gegeven moment ontstaan, dus laten zien dat veel mensen op één iemand stemmen en er zit de mol daar ook bij, mm -hmm. omdat ze dan voor de mol eens wat alibi kunnen creëren. Van, hè, want het zou heel gek zijn als de mol komt, zeg maar, iedere aflevering iemand anders verdacht heeft, ja. omdat hij zeg maar, eruit vliegt. Ja, ja je, je, en dat hij ja. er vervolgens zelf niet eruit vliegt. Je denkt, ja, maar jij, jij zit constant op iemand die eruit gaat, hoe kun je zelf nog erin zitten? Precies, ja. Zeg maar, dat, dat, dat gebeurt zeg maar, nooit, dus ik ben wel benieuwd hoe dat, uh, of we dan. Zou dat kunnen zeggen, nou, iemand die, op, die Tooske verdacht vindt, is de mol. Mm -hmm. En Tooske blijft er dus lang in. Ja, dat je een soort schaduwmol uh, kiest, uh, haast. Uh, ja, precies. Ja. Want volgens mij is dat wel wat er ieder jaar gebeurt, zeg maar. Ja. ja, als mol moet jij natuurlijk ook doen alsof je een mol hebt. Zodat als iemand ja, jou ja. vraag gaat stellen: van hé, hey, wie vond je eigenlijk verdacht? En uh, op wie heb jij de testvragen mm -hmm. ingevuld? Dat je ook kan zeggen van ja, ik vond dit en dit verdacht bij die. En uh, ja, je moet het natuurlijk overkomen als een kandidaat. Uh, maar ik vond het wel grappig, want de vorige aflevering zat uh, Justin op JIP en die viel af. Dus toen wist je eigenlijk al mm -hmm. van nou, dan zal Justin ook wel snel afvallen als hij al ja. verkeerd zit. Um, en dat bleek dus ook ja, zo ja. te zijn. Dus, uh, mm -hmm. ja. uh, nou goed, ik denk dat we dan maar uh, gaan naar de verdenkingen van uh, de kijkers. en natuurlijk van uh, de alle beloten bij elkaar op de website. Um, ja. Nou, uh, trap hem af zou ik zeggen, G. Nou, Rosario wordt uh, nog steeds als minste verdacht. Volgens mij is dat uh, tot nu toe nog iedere keer met maar 6%. Ja. Uh, daarna. Tooske met 11%. Oké. Okay. Fons met 12%. Uh, Jeroen met 14%. Rian met 16%. En dan heb je Kees met 20% en Anna met 21%. Dus dat zijn uh, okay. wel veruit de meest verdachte nu. Ja. Anna bovenaan. Hmm. Uh, ja. Ja. Ik zit me af te vragen waarom dan eigenlijk. Ja, ja. Ik, vind, ik vind ook dat Kees heel hoog staat, want ik er maar echt helemaal niet veel denk. Nou. nou, zal ik mij de rijtje even opnemen van, uh, opnoemen van ja. mijn uh, kijkers dan? Uh, fonds onderaan, snap ik op zich wel ergens, met 5,7%. Uh, dan komt Kees eigenlijk al gelijk daarna, met 11,6%. Jeroen je. met 11,8%. Dus die zitten eigenlijk alle drie best wel laag. En volgens mij, als we het zo even peilen... hebben wij ze ook alle drie wel laag op de verdenkingenlijst staan. Ja. Uh, dan komt Rosario met 12,2%. Uh, Anna met 15,9%. Tooske met 16%. En Rian, uh, ja, toch wel het meest verdachte uh, nou. met 26,5%. Dus uh, Kijk. die gaan met jou mee, uh, denk ik. Tenminste... Ja, ik, denk ik pak de boel in. ja Want... <laughs> om dan maar gelijk even te benoemen wie is jouw mol op dit moment als je twee namen ja ik, ik blijf nog wel bij Rian uh, inderdaad ja onze tweede mol is natuurlijk allebei eruit gevlogen ja we hadden Justin uh, benoemd inderdaad de vorige aflevering ja ja, ja klopt. nee maar ik blijf wel uh, als, uh, als, als nummer één blijf ik al bij Rian ja en als nummer twee vind ik het al moeilijk om nu te zeggen <laughs> ja. want ik, vind, uh, ja, ik, ik twijfel een beetje tussen Fons of toosken, dan toch ja als tweede. Ik vind Fons ook wel... Hij heeft ook wel vaak goede posities. Hij verdient ook niet heel veel geld. Uh, ja, ik weet niet. Ik vind hem ook wel iets verdacht. Ik denk dat ik gewoon Fons op nummer 2 ga zetten. Fons op 2. Ja. Ah, Oké. Okay. Um, ja, Ik vind het lastig, want Tooske vind ik eerst wel verdacht nog steeds, maar puur hmm. door het feit dat nou dat antwoord van haar goed gekeurd wordt in die eerste opdracht, denk ik, ja, als, als zij de monster zijn, zou ze dit antwoord fout gekeurd hebben, denk ik. Ja, um, ik denk het ook. Maar ja, maar, kun je daar iemand op afschrijven? Ja, dat is een dat vind vraag. ik ook lastig. ja. Dus ik zou Tooske op een tweede plek willen zetten nu. En. Ja, ik, ik, weet je wat me een beetje tegenstaat? Rian heeft gewoon in de eerste opdracht niks gedaan. En dat vind ik jammer als dat ja. een mol is. Want ik wil het liefst dat er een actieve mol uh, is dit jaar. Ja. Um, maar aan de andere kant heb ik Anna heel veel uh, goeds zien doen in de vorige aflevering, Kees doet heel veel goeds. Rosario dan misschien? Ja, Rosario is gewoon niet zo nee, aanwezig. Nee, vind ik ook jammer als hij de mol blijkt te zijn. Nee, hij is niet zo aanwezig, maar als hij dan iets doet, doet hij het wel goed, zeg maar. Ja. Mm, dat vind ik een beetje... Ja, en Jeroen is het ook gewoon niet. Dus er blijft ja. gewoon niemand over. Ja, 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 je mag gewoon mee hoor, op de, de Rian-tunnel. Rian Oké, okay, ik ga voor deze aflevering met je mee. Ja, ik, uh, <laughs> als je een beetje plek maakt, dan uh, ga ik mee in de Rian-tunnel ja, voor deze ik ga aflevering. Ja, een beetje opschuiven. Ja, helemaal goed. Dus dan zet ik Rian op één en dan zet ik Tooske nog wel even op een tweede plek. Ja, nee, maar ik snap Tooske op twee ook wel goed, hoor. Ja. Ik zet er ook wel ja, tussen Tooske en Fons wel... Uh... Ja, te twijfelen. Ja, Op één goed antwoord dat vondens geeft kun je hem natuurlijk ook niet afrekenen of hij nou wel of geen mol is. Dus dat snap ik ook niet. Nee, zeker niet. Nee. Maar ja, ja, ik vind hem toch gewoon wel iets hebben of zo van moltrekjes. Ja. Nou, uh, hopen dat volgende week deze twee kandidaten, of ja, drie kandidaten die wij ja. uitgekozen, dan er nog in zitten. Dat zou fijn zijn. En wellicht wel met een, uh, een kandidaat die er dan weer is teruggekeerd. Maar die hoeven we dan denk ja. ik niet in de gaten te houden, omdat dat dan de mol niet gaat zijn waarschijnlijk. Ja, ik denk het niet. Nee. Maar we zijn er wel over eens maar dat ik vraag, me af of, ik vraag me ook af of er een kandidaat terug gaat komen. Of ja. misschien dat hij iets in, de, in het spel doet. Want ik denk dat terugkomen in deze fase van het spel best wel moeilijk is. Ja, of je bent Justin. Dat je denkt van, oké, okay, ik heb inderdaad ja. dit fout gehad. Maar ik heb voor de rest eigenlijk alles meegemaakt. Precies. En het ligt natuurlijk ook een beetje aan wanneer de volgende opdracht gaat zijn. Of dat al gelijk de opdracht gaat zijn waarin de kandidaten terug kunnen zijn. Want dan heeft hij eigenlijk geen enkele ja. opdracht ge, gemist. Uh, eens? ja Dan zou je ze nog wel kans kunnen maken. Want dan heeft hij in ieder geval meer kennis. Want hij weet waarschijnlijk dat hij op één of twee mensen heeft gestemd... dat zij waarschijnlijk de mol niet zijn. Um, dat. Ja, maar... Het, ja, het, maar ja, we gaan het anders doen. Ja. Nee, we gaan allemaal dan zien. heb je in ieder geval opgelost dat er in een aflevering niemand naar huis gaat. Dus, want, omdat je er iemand mee uh, terug laat komen. Dus... Ja, dat ja, zou slim zijn. Dat, dat is waar. Maar ik zie het ook zo gebeuren dat er nu in de, in de, in de volgende aflevering iemand bij komt. en dan, dan diezelfde aflevering weer naar huis gaat of zo. Dat, dat zie ik ja, ook gebeuren. Of dat er twee mensen naar huis gaan. Dat of kan zo. ook. Ja, zou ook kunnen. Ja. Nou, dat zien we allemaal uh, volgende week weer. Uh, tijdens de vierde aflevering. Uh, bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Uh, en dan uh, hoor je en zie je ons volgende week weer. met een nieuwe aflevering van de podcast Molkast. Ja, dat uh, denk ik wel. Tot uh, dan. Tot de volgende keer. Doei doei. doei, doei.